morning. Good morning. Selamat pagi. Are we going to do the vlog in English or my English is not so good. Doe maar gewoon Nederlands. Oh, of Bahasa of iets of No. Nederlands? Ik denk Nederlands. Oké, Nederlands. Goedemorgen. Het is vandaag maandag 21 november. Ja. We zijn onderweg naar het Scheepvaartmuseum vandaag. Want we hebben zo direct een videoshoot. Ja, want vandaag is de dag dat de trui van KBR in de tentoonstelling komt van het Scheepvaartmuseum. Yes. Dus daar gaan wij nu naartoe en gaan we shooten met ook een aantal andere mensen. Ja. Zoals Dwight van Wijver. Mea, een zanger, actrice uit Jakarta die hier studeert. Tony, ikzelf, Tim komt erin. Er waren nog wat anderen die ik had gevraagd, maar die konden niet. Maar dat geeft niet, wij maken er wel wat van. Ja. Dus ja man, excited man. Exciting. Het regent wel lelijk weer, maar dat houdt ons niet tegen natuurlijk. Nee, precies. Ja. Ja, spannend. Hè? Het is wel zo dat er is een vitrine en er zijn zeg maar meerdere items zijn de. Volgens mij, als ik het niet fout zeg, dat er zijn meerdere items zijn zeg maar aan de collectie toegevoegd. Alleen ze hebben 3 items eruit gehaald om zeg maar tentoon te stellen, waarvan onze hoodie erbij zit. Ja toch? Dus dat is wel next level. Sowieso. En even kijken. Ja, we nemen jullie zo mee en dan. Daarna moet ik naar Schiphol, want ik moet vliegen naar Denemarken om te spelen. Oh, hier is Pakhuis de Schrijver. En ik vlieg morgen weg. Dus ik ga vandaag naar Denemarken voor een wedstrijd. En Lucas vertrekt morgen naar Indonesië. Ja, Indonesië. We gaan nog naar Maluku toe. Ja, ook allemaal te maken met KBR. Ja, dat heeft allemaal te maken met de brand. Ik ga daar wat video's opnemen met toch wel bekende artiesten daar. En ik ga nog naar de Molukken toe voor een project. Wat ook erg te maken heeft met het verhaal. Ja, maar daar zullen jullie vast nog wel meer van horen binnenkort. Ja, ja? Zeker. Als er meer duidelijk is. Wij nemen jullie vandaag mee. Dag! Doei! Ja, dan gaan we pakken de shot uit. Het is gewoon één shot dat we hier naar binnen lopen. Oké. En dan gaan we dan meteen naar de straat die was. Oh, hier. Ja, leuk, kijk eens hier. Nou, we staan buiten in de kou bij het Scheepvaartmuseum. Je ziet dat schip samen met Dwight. Hallo. Hallo. En nog anderen daar in de background. Oh. Hi, Gil. Hi, Gil. Oh, daar komt hij aanrennen. We laten hier eigenlijk 3 voorbeelden zien van objecten die we recent voor de collectie ontworpen hebben. Dus we hebben hier bijvoorbeeld een gelegenheidsplas over plantage Moro in Suriname. Dus in de tweede helft van de 18e eeuw is dat gemaakt, waarschijnlijk in Nederland. En dat zegt voor ons heel veel over de leefwereld van de plantage-eigenaren die in Nederland met elkaar klinken met dit soort glazen op de voorsprong van de plantage. Terwijl er
hun diensten elkaar aan het werken zijn met Facebook omstandigheden. Maar als je goed kijkt naar die trend die een paar jaar eerder is gemaakt, zie je dat dat schip bijna een directe kopie is. En het leuke is dat Willem van der Velde de oude deze trend heeft gemaakt. Dus hij wordt later een van de bekendste zeeschilders van de 17e eeuw. Maar hij is ontzettend aan het experimenteren als kunstenaar. En je ziet dat hij zowel de spiegel van het schip, als de hele zijkant, als de boeg, probeert hij in één, zeg maar, beeld te vatten. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus het wordt een soort van kromme bananen eigenlijk in het schip. En dat zie je dat Willaars dat letterlijk overgenomen heeft. En het gaat zelfs zover dat de stand van de vlaggen, de stand van de zijde, is allemaal helemaal hetzelfde. Het is bijna één op één. En dan komen we natuurlijk daar in de hoek bij de trui van Lucas en deze. Ja, we vertelden net al kort even boven. We kwamen daar tegen op het museumdag, met jij hem al aan. Ja. En het Scheepvaartmuseum heeft heel lang heel erg verzameld vanuit een soort van Nederlands perspectief. Hè. Het gaat over admiraals, het gaat over de VOC, het gaat over de WIC. En wat die maritieme geschiedenis nou betekent voor de wereld eigenlijk. En de mensen waarmee die Nederlanders niet goed meer in de tijd in contact kwamen, hebben het eigenlijk heel slecht verzameld. En dat kan misschien ook niet meer, maar we proberen wel heel erg te laten zien hoe die maritieme geschiedenis tegenwoordig mensen inspireert. En eigenlijk ook misschien wel pijn doet, maar misschien ook juist weer tot hele mooie dingen kan doen. En daarom hebben we deze trui voor. En samen zijn we de drie mannen die we verwerken in de relatie. Zoiets. Ja toch, gewoon Tanja. Jang Taku. Is deze kant genoeg? Ja, dit is wel genoeg goed. Ja, maar ik weet wel dat ik ben nu met Bong Tony Kusser Lilipali. Oké, en van welke sport? Oh, van welke sport? Ik heb gevoetbald. Mm-hmm. Onder andere voor Team Nationaal. En onder andere ook in Nederland heb ik bij verschillende voetbalclubs gespeeld. En nu ben ik gepensioneerd voetballer. Maar je speelt eigenlijk veteraan. Ja, veteraan. Ik speel nog steeds bij Ajax. Het is een echte Ajax. Maar Team Nationaal, dat in Indonesië dus? Ja. Oké. 2012 heb ik drie wedstrijden gespeeld. En je neef speelt er nog steeds, toch? Ja. Stefano Lilipali. Oké. Speelde bij Bali United, nu geloof ik op Borneo. Dus check hem sowieso op Insta. Ja. En is een topvoetballer. Samen met Diego Michels. Ja. Ja, klopt. Samen spelen. Oké, allemaal bekende namen. Yes. Nice hoor. Oké, deze keer sta ik achter de camera. En nu staat zij voor de camera. Samen met Meredith. En wat was jouw naam? Miu. Dus ik neem de vlog even over. We zijn hier in het Scheepsvaartmuseum. Zoals jullie al hebben gezien in andere beelden. Dus Meredith Gil is nu aan de beurt. Je maakt hem wel een beetje bedoeld. Hey, gevaarlijk.
Hé, hey, maar ik zeg je eerlijk, deze camera is wel gruwelijk, man. Het is echt een goede scherp, man. Oké, okay, man. Apart. Apart? Ja. Maar ik niet met hun drieën nog? Nee. Nee? Oké. Okay. Ja, jij zegt het, man. Te veel voor jou gezegd. Te veel voor mij. Maar moet ik nog? Nee, dat niet. Jouw werk is gedaan. Oké, is goed. Echt een model, jongen. Zo gewend, hè? Zo gewend, hè? Oké. Okay. Take over this one. Yes, and we Madeline. Switch over to Madeline is klaar. Ja. We zijn gewoon klaar, man. We zijn klaar. Ja, ik denk ook wel. En wat voor is dit? Verschillend. Kijk, want daar sta ik natuurlijk gewoon op de koffer. Hè. Die moet je wel hebben, snap je? Ja, wel. Tuurlijk, hier, voor jou ook eentje mag in. Thank you. Nice. Toch? Hey, thanks voor de moeite. Ja, dat je toch bent gekomen. Ja. Hier. Oh, hier. Ja. Ja. Er zat een heel interview in. Het is eigenlijk ook een persoonlijk verhaal. Yes. Ja, man. Een stukje over hem en schitterend museum zou erin. Oké, okay, nice. Zeg maar, man. Waar gaan we eten? Best geboren buurt, hè? Best, hè? Ja, ik ben hier niet bekend. Ja, ik ook niet. Maar wil je wel richting daar heen of waar? Ja, doe maar. Dan zijn we al in de buurt, toch? Kun je wat zoeken of zo? Ja, ga ik doen. It's a wrap! Koud, man. We gingen ook buiten filmen, hè? Ja. Oh, met dat Het zijn wel echt mooie shots geworden, ik weet het zeker. Ja, ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat. En ook de foto's die we hebben gemaakt. Het is gewoon crazy, hè? Ja, gewoon dat het daar is. Gewoon in het museum ligt die trui. Dat is toch sick? Ja, man. Jouw naam, deze naam. Ja, man. Ik kan het ook soms nog steeds niet begrijpen. Ik heb ook helemaal geen foto's net gemaakt, video's niet. Nu net dat op het einde. Dat hebben we wel gedaan. Op het einde net. Gewoon omdat ik me... Oh. Ik was helemaal... Wat was dat? Ja, hoe zeg je dat? Ik was in een waas, in een droom. Ik kon nog dat wat ik zeg. Overwhelming, ja. Want ik kan het nog steeds niet geloven, gewoon. Ja. Weet je wel, het ligt gewoon naast objecten. Wat gewoon ook geschiedenis is. Ik dus mensen die nog niet de hoodie hebben. Kijk, het beste is om twee te bestellen. Eentje in de kast en eentje gewoon aandoen. Want die in de kast, die wordt natuurlijk gewoon... Money's. Die wordt money's waard. De waarde stijgt gewoon deze hoodie. Besef. Ja, dat is echt. Omdat het collectors item maar dit is echt, hè? Dat is geen grap, man. Ja, I know. Weet je, dus mensen slapen. Mensen slapen op die hoodie. Als ze het nog niet hebben. Of ze slapen op die hoodie. Ik bedoel, ze slapen gewoon. Nog niet in die hoodie. Dus zorg maar dat je die hoodie koopt. Dan kan je er misschien wel in slapen. Maar where do we go? Yeah, I don't know. Just somewhere. Food. Somewhere food. Honger, joh. But I don't know where. You don't know. We're gonna talk English now again. No, we're gonna. Oh, wait. Yeah, this is helemaal van elkaar. English. Maar jij gaat die video uitdoen en dan ga je zoeken naar eten. Naar eten. Ja, is goed. Maar het was een topdag. Ja, thanks man. En sowieso shout out naar Tony, naar Meredin, naar Mea, naar wie nog meer? Dwight, 100.000%. Ja, shout out naar Gail. Schema. Want ze heeft toch tijd vrijgemaakt en ze gaat over een paar uur vliegen. Dus shout-out naar Tim, man. Shout-out naar Tim Streefkerk. De man die het echt ook heeft gerealiseerd dat het een collectors item is. Ja. En dat het wordt opgenomen in het museum. Ja, en dat is gewoon next level. Dus SO naar Tim en het
Scheepsvaartmuseum. Ja. En above everything. All praise to the most high. To the most high. Mm-hmm. Praises go up and the blessings, they just come down. It's just a fact. Ja man. So, jangan lupa. Ja man, jangan lupa Tuhan. Selalu bersyukur. Selalu berdoa. Eh? Mm. Wees altijd humble. And pray for your things. En ja, hij maakt dan de weg voor je vrij. Dat sowieso. Oké, okay, hij gaat nu de weg vrijmaken om eten te zoeken. Ja. Dag! Well, let's go, doei!